vrienden en vriendinnetjes. Vandaag zit ik hier bij mijn stoel, super blij, lekker rondjes aan het draaien. Als ik op dit stoel zit, dan weten jullie, ik ga het ergens over hebben. Vandaag is hij van de volk. Sorry, ik ben een beetje energiek. Ik kreeg een berichtje van zijn manager, David Essonel. Ik was naar een video van hem kijken en dat was best wel grappig. Guys, als je dit kijkt, hey, Easy van de Vlogs, ik vond het een geweldige video. Ik vond het interessant en ik was heel benieuwd naar de reacties van hun en de antwoorden. En sorry dat mijn naam jullie heel veel negativiteit wil opleveren, maar ik vond het een leuke video en heel veel andere mensen ook. Ik denk dat het tijd is voor mijn reactie. Oh, vraagteken? Kom op, ze vragen wat. Dan moet je gewoon kiezen tussen één van de twee. En als je niet weet dat je moet kiezen, dan moet je gewoon kiezen voor de beste. En dat ben ik, is zo. Deze man weet het niet, hij is gewoon op zijn zwijgrecht. Dat is helemaal geen probleem, houd maar lekker voor je. Maar ik weet dat het Geert is. Oh, mensen, wat een ingewikkelde. Dat is een, Een ingewikkelde, dat denk ik toch weer niet. Ik denk dat je wel vrij weet wat je keuze is. Dus gewoon eerlijk zijn. Maar het doet me wel wat dat hij een beetje twijfelt. Dus dat betekent dat hij toch wel een beetje in me gelooft. Dus peace. En de volgende keer kies gewoon gelijk voor mij, want ik ben gewoon veel leuker dan Geert. Veel leuker! Kijk hoe leuk ik ben en aardig en lief en rustig en kies gewoon voor mij, ja? Kom op. Wie is de tweede? Die tweede, dat is die trein vroeger was aan dat die mensen alleen maar lastig valt en niks doet en alleen maar nutteloos is en die alleen maar voor overlast verzorgt. Dan moet ik even passen. Weet je wie Ismael? Nee. De bekende tuigvlogger. Wat? Zijn we van tuigvlogger serieus overgestapt naar tuigvlogger? We gaan niet een hele verhaal over mij doen, want we zijn hier voor de reacties, maar tuigvlogger, nee. Ik heb geen strafblad, voor dit ben ik ook nog nooit in aanraking gekomen met de politie. Ik ben altijd naar school gegaan, in 2012 heb ik ook altijd YouTube-video's gemaakt, toen was ik in het Engels bezig. Ik was ook doorgebroken, twee keer op de World Wide Trends. Ik was in samenwerking met de Junoskins, die nu een programma maken voor MTV of hebben gemaakt. In samenwerking met Mike Tyson en zo. Ik heb allemaal met die gasten samengewerkt. Uiteindelijk gestopt. En dit jaar ben ik weer begonnen met YouTube. Maar het is niet echt uitgelopen hoe ik wou. Kijk eens! Een politicus die mij niet kent. Dat is best wel cool. Want zoals jullie weten ben ik maandenlang ook een politiek ding. Ik weet niet. Ik was een onderdeel van het gesprek politiek. Is dat goed? Ja, gewoon jullie weten wat ik bedoel. Gewoon dus dat. En dus dan is het best wel cool als je me niet kent. Of dan lieg je of volgens mij liegt hij. Oh, die! Ja, die! Kutrijdenvlogger. Ik kan geen keuze maken. Je kan wel een keuze maken, maar je durft geen keuze te maken. Omdat je bang bent als je Ismael kiest, dat er heel veel negatieve reacties van de Geert Wilders fans gaan komen. En als je voor Geert Wilders kiest, dan ik heb geen fans, dus dan ga je geen negatieve reacties over je heen krijgen. Maar de mensen zullen al zo gaan als je voor mij kiest, dus je zal sowieso negatieve reacties krijgen. Flinke schreeuwers, maar Ismael heeft volgens mij zijn excuses aangeboden. Dat heb ik Geert nog nooit zien doen. Weet je wat ik ook heel jammer vind? In het periode dat ik heel slecht bezig was, hebben jullie alles gevolgd. Maar nu ik goed bezig ben, volgen ze niks meer. Dus Jesse Klaver, ik ben geen schreeuwer meer. Dat was vroeger, al heb ik in deze video geschreeuwd. Dit is gewoon Easy van de volk. Inderdaad, Jesse, ik heb mijn excuses aangeboden naar de politie toe. Naar de mensen toe die ik heb beledigd. En naar de mensen toe die ik pijn heb gedaan. En Jesse, wat ik dan weer niet begrijp is, ik bied mijn excuses aan, ik kies een andere pad. En er zijn er nog steeds mensen die dingen terughalen of mij gewoon niet accepteren. Dan denk ik weer van, wat wil je nou? Dat ik nou elke dag weer voor de voorman ga staan en niks ga bereiken? Of dat ik gewoon iets bereik en dat ik eindelijk iets met mijn leven kan doen? Stop. Jesse, die kiest voor mij, dus SLD Jesse, ja, wallabille, wij gaan sowieso een keer wat doen, vriend. Anders kom ik je opzoeken. Ismael Eelgun. Hij is niet verkiesbaar. Het is wel waarschijnlijk een vrij irritant mannetje. Maar Wilders kan, als hij gekozen wordt, heel veel stuk maken. Ik ben wel verkiesbaar. Je kan mij gewoon kiezen als je gewoon op mij kiest, door gewoon te kiezen. Waarschijnlijk een vrij irritant mandje. Wie is nou vrij irritant als hij gewoon normaal behandeld wordt en als er niks aan de hand is? Dan ben ik gewoon normaal, net als hoe ik nu normaal ben en niet een vrij irritant mandje. Ik ben gewoon een normaal mannetje. Echt geen irritant mandje. Ik ben een superleuk mannetje. Ik weet niet wat ik nu aan het doen ben. Een bericht naar jou. Geloof mij, maar ik ben echt een irritant mannetje. Zolang ik gewoon mijn ontbijt kan doen, dag zonder zorgen kan beginnen, zonder problemen, dan ben ik gewoon een normaal mens, net als iedereen. Hij is wel van mij, dat vind ik leuk. En hij zegt ook, als Wilders aan de macht komt, dan kan hij heel veel kapot maken. Daar ben ik het helemaal mee eens. En waarom vind ik dat als Geert Wilders wordt gekozen, dan wordt er voor een persoon gekozen die een bepaalde groep uitsluit. En de groep waar ik eigenlijk in zit, de Turken, de Marokkanen, de allochtonen. Dan moet je gewoon nagaan dat jij leeft in een land waar de helft van de mensen kiezen voor een persoon die jullie weg wilt hebben. Dat vind ik dus weer bizar, want ik denk dat we voor een partij moeten kiezen die voor alle mensen zijn en niet voor een bepaalde groep. We leven wel met z'n allen samen in dat land. En niet alleen de Nederlanders of alleen de goede mensen. We leven met z'n allen in dat land. Slecht of goed maakt niet uit, we moeten het met elkaar vinden. Nee, geen van beiden. Op jou zal ik nooit zeggen, weet je waarom? Omdat je voor alle mensen moet zijn. En je moet niet zeggen van, oh, die heeft dit gedaan of die heeft dat gedaan, dus weg met die.
Je moet voor alle mensen zijn. En fouten worden gemaakt. Ik heb mijn excuses aangeboden. En dan denk ik van, wat heb ik verkeerd gedaan dat je niet voor mij kan kiezen, snap je? Geert Wilders die zegt verschrikkelijke dingen. En dan vindt hij me... Ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan dat je niet voor mij kan kiezen. Ik ben gewoon een heel normaal persoon. Dat zegt meer over jou dan over mij. Want jij bent de partij zogenaamd voor alle mensen, toch? En dan ik de toekomst, die sluit je dan gewoon uit. Dankjewel. De allebei niet. Rutti. Van jou had ik ook niks anders verwacht, pik. Eigenlijk heb ik gewoon respect voor u, maar u heeft nooit respect naar mij getoond. Dus dan zal u ook nooit respect van mij krijgen. Want respect, dat krijg je niet, vriend. Dat verdien je. Ik weet dat je zegt geen van beiden, omdat ik jou helemaal gewoon heel veel stress heb bezorgd. Door een uitspraak die jij zelf hebt gedaan. Wat fout was. Wat je niet eens kan toegeven. Geen stress. Excuses aanbieden. Mark Rutte kan blijkbaar ook niet alleen voor die 1000 euro die hij ons allemaal heeft beloofd die wij niet hebben gekregen. Next one. Nee. Ja, je wil je toelichting? Ja, dat lijkt me... Ja. Wil je een toelichting? Ja, dat lijkt me... En dan hoor je niks meer. Waarom? Omdat je geen toelichting hebt. Ja, dan Geert Wilders. Ik bedoel, dat is uiteindelijk iemand achter schermen. Achter schermen is hij redelijk fatsoenlijk. En Ilgun ken ik alleen maar voor de schermen en daar is hij niet zo heel erg fatsoenlijk. ChristenUnie, eigenlijk neem ik jouw antwoord niet echt kwalijk. En weet je waarom? Omdat je zegt, Wilders is fatsoenlijk achter de schermen, maar je hebt mij ook alleen maar voor de schermen gezien en niet achter de schermen. Dus dan kan je niet echt een vooroordeel hebben. Maar ik begrijp je frustratie als je de beelden hebt gezien in het begin van mei, dan zou ik ook niet denken van dit is een leuk jongen, dit is gewoon een kutvent. Ik ken me niet van voor de schermen, ik denk dat je me kent van bepaalde fragmenten. En dat ik me gewoon bij een paar video's heb misdragen en that's it. Dus maak het niet zo groot dan dat het is. Want als je gewoon naar al die video's kijkt, dan zie je ook gewoon dat ik gewoon heel normaal ben. Ismael, daar verandert nog wel iets in. Die wordt nog wel volwassen. Spechtel, dankjewel voor je reactie. Geweldige reactie, ik ben er super blij mee. En ik ben al bezig hoor, als je naar mijn vorige video's kijkt en als je nu kijkt, dan zie je best wel veel veranderingen. In de tijd ben ik wijzer geworden, volwassener geworden. Ik kijk anders naar dingen. En ik ben alleen maar uit op positiviteit. Natuurlijk zijn we nu ook een voorbeeldfunctie, dus daar moeten we ook rekening mee houden. We zijn gewoon goed bezig, minder de politicus, al die mensen die nu kijken, ik weet niet wie kijken. En sorry voor mijn Nederlands, maar dit was mijn reactie dus. En mensen, als jullie mij niet mogen, dan begrijp ik dat totaal. Maar dan stop met oordelen en jullie reacties en ga gewoon verder met je leven. Want door slechte dingen over mij te zeggen, word jij er niet beter van. En weet je wat ik echt vind? Als mijn passie geen social media was, entertainen, content creator, dan zou ik heel ver van social media blijven. Want deze tijd, mensen...